Die Clarisse sand, die Clarisse praat, is zo na aan mijn hart, dat zal mij altijd terugvat. Mijn naam is Helena Besakwe, ik is van die Komanisan gemeenschap in die Kalahari. Ik is nu in Kaapstad om mijn storyvertelling te komen verbeteren, op te brengen, weer volle mak. Wat ik altijd zal onthou is waar ons geblei het, die mensen, die gebouwen. Al zal ik ook wanneer terugkom naar Kaapstad, ook zal ik nog steeds onthou. En die mooie zee in Vertafelberg is maar altijd in mijn achterkop. En die difficult mensen, wat maakt het ook even Kaapstad lijken. En pas na de eerste keer dat ik in die stad gekomen, die taxi, dat is net moet van waar die busstasie afvat, tot daar, R50. Tot bij South Point, R50. En als ik geweet dat ik kan lopen, dat ik geloof. Zie je hoe robbers is hulle? Rovers, rovers. Nou bereik ik me voor om te gaan naar die Kalahari toe, om mijn Romo die alle te gaan zien, mijn ma, mijn pa en Toppie Skryper, om nieuwe inspiratie te gaan zoeken en trots in mijn cultuur en in mezelf. Ik wil weer die Kalahari zon voelen op mijn vel branden. Die vaars lig en asem, die rooi den sand in my skoene voel. Ek wil Kalahari toe gaan. Ik voel me bij gelukkig, omdat ik weer bij die huis is, omdat ik weer tussen mijn familie kan wees. Vooral mijn steenpilaren, omdat ik hulle kan weer zien. Het geeft me nieuwe moed, het geeft me nieuwe kracht. Nou, jij hebt een vader gekregen. Daar reis met je. Daar reis ik. Jij hebt van 6 jaar op de brei, jij dat brood. Wat zeg je, de grootbroer gebruik, groter is wat ik nou brei, mama. Maar waar heb jij nou in die kap gelepleerd, wat doe je? Ons maak een spul, mama. Nou, wat voor kost maak je dan? Ik kook elke dag voor mezelf, mama. Maak je brood ook hier zoals bij de reis? Ik heb vet goed gemaakt, hij. Andere dag. Van ik nou in de kapper wees, kom ik terug toe, zien ik hoe een goede persoon is mijn pa. En toen zei, klas ook voor mij. Mijn pa is een van die soort mensen wat een mens kan daarom naartoe komen. Mijn pa is voor een mens, ja. Toen vind ik uit hoe behulpzaam is mijn pa zonder geld, zie mijn pa. Toen kom ik redelijk achter hoe een goede mens is mijn pa en zulke goede zijn. Ja. En toen denk ik ook hierdie, denk wat mijn pa voor die gemeenschap is nog water pomp en zo aan. Ik kijk die kinderen omdat ik omgeef voor kinders. Omdat ik niet wil heet. Ik hou niet daarvan dat ik zie een kind krijgt honger. Of een kind is verwaarloos. Dat is niet voor mij lekker. Dat voelt voor mij zoals alle kinderen wat ik zo kost geef en kijk. Voelt voor mij als mijn eigen kinders.
die gemeenschap brengt zwaarlijks een beetje diesel omdat ik aan water krijg. Hij had nog een tijd zonder water gezet, maar eerst door het linkje groep waar 5 liter gebracht, dan gooi ik hem in, nou heeft hij water. Nou, als ze nou niet diesel brengen, dan koop mijn pa maar weer. Ah, moet ik maar altijd dus helpen. Dat is hoe ons maar, hij moet maar zeker helpen elkaar. Van sommige keren denk ik me zo op tijd. Dat als ons al balans toch in een waterpompje. En daar, Amalie, dat ons ook nog niet water is. Ja. De pompje pa maar laat allemaal water. Dat krijg ik pomp ook, dat is allemaal creme te drinken. Van ons kan niet iemand snoep met water. Het grootste ding is water, is jouw hele leven. Dat is niet de Heerse genade, wat voor mij, dat ik elke dag een stukje brood of een beetje pap eet op mijn tafel. Mevrouw, of juffrouw, wat ik denk, kijk hier, kijk hier. Daar heb je een moren, doe me niet moren. Wat een moren, kijk. Tokkie Skryper, bekend als Tokkaar, is een van mijn rolmodellen in die gemeenskap, want hy is gewillig om die traditie spoorsny te leer aan die jonger generasie. Die tyd het reeds voorbij bygegaan en dit sal die beste ding wees om vir hulle, om dit aan hulle oordra en laat hulle dit aan die anders oordra, want hulle voel ook self, hulle sien ook self vandag. Dat als je hierdie traditie verloor, dan is daar geen inkomen voor hulle naar voren te doen. En hulle sal net in pyn lê in. Nog op laarschool. Toen heeft mijn ma hulle weer op vis gehad gewerkt, maar die was een plaats wat gekoop is door eienaar hier van die kap. En die vrouw het my een dag gevra, wat wil jy word? Sal jy ook vir my in die kombuis kan werk? Toen sê ek vir haar, ek gaan nog nooit in jou kombuis kan werk. Sien jy soos jy hier so sit, nee, voor die TV? Jullie zal voor mij zo kijken op de TV. Ik wil op de TV spelen. Kai seta kan sani ha kai. Kai seta kan sani ha kai.